Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer wordt bepaald door een hoge drukgebied in onze omgeving. Het ligt boven Scandinavië en het zorgt ervoor dat wij te maken hebben met een stroming vanuit het oosten tot noordoosten. Een laag drukgebied boven Polen zorgt voor veel bewolking daar en daar is de lucht vrij onstabiel. En ook in het Middellandse Zeegebied boven Italië kunnen een paar buien gaan ontstaan. Als we kijken naar de satellietfoto van vandaag, dan zien we ook veel wolken boven Polen, boven het oosten van Duitsland, Tsjechië en Slowakije. En het komt geleidelijk aan onze kant op, die bewolking. Het bereikt ons nog niet, maar morgen in de loop van de dag krijgen we dus meer bewolking. Vandaag hadden we maxima van 12 graden op de Wadden tot 14 graden op andere plaatsen. En daarmee lag het kwik aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Vannacht zijn er weinig wolken en dan ligt het kwik rond 9 graden. En vannacht daalt de temperatuur verder. In het oosten van het land wordt het koud met 2 graden. Lokaal komt het tot vorst aan de grond. Langs de westkust ligt de minima tussen de 4 en de 5 graden. En morgen in de vroege ochtenduur is het koud. Handschoenen zijn zeker wel nodig op de fiets. In de middag wordt het opnieuw hooguit 14 graden. En daarmee is het opnieuw aan de koude kant voor de tijd van het jaar. In de ochtenduren trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over het land. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Mogelijk dat er op de Wadden een klein buitje valt. Maar verder ziet het er toch wel droog uit. Ook op de vrijdag, zaterdag en zondag blijft het nagenoeg droog. Misschien lokaal een spatje regen of motregen, maar veel stelt dat niet voor. We zien overwegend veel wolkenvelden, zo af en toe breekt de zon door. En de temperatuur ligt in de middag tussen de 12 en de 15 graden. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de komende 15 dagen, dan zien we dat we met de temperatuur zo rond de 15 graden zitten of daar beneden. Dus voorlopig blijft het aan de koude kant. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.